Een hele goede middag. Welkom bij kookvlog nummer 7. Oh, dit is lekker. Mag ik er nog een? Ik ga vandaag een gevulde paprika maken met vegetarische kip. En ik ga jullie zo meteen laten zien wat de ingrediënten zijn. Dit is een dingetje wat ik zelf heb bedacht en zelf heb uitgevonden. Want ik dacht van, nou ja, leuk, even wat gevulde paprika maken. En het is gewoon een variant, dus ik neem jullie mee. Het is lekker gevuld met bruschetta en uitjes van alles en nog wat. Dus ik ga eerst lekker alles bij elkaar brengen, met elkaar wokken en daarna in de paprika doen. En ik neem jullie gewoon gezellig mee in deze vlog. Vergeet niet te liken en te abonneren en ik hoop dat jullie weer met plezier gaan kijken. We hebben hier een punt paprika, die hebben we gehalveerd. 10 stuks in mijn geval. We hebben een courgette, heb ik al voorgesneden in stukjes. Kijk, kleine blokjes. Een rode ui en 2 teentjes knoflook. Doe maar 3 eigenlijk. En een hele ui. Ik ga ook met Maggi blokjes koken vandaag. Voor degenen die dat niet willen, kan je gewoon peper en zout gebruiken. Lente-ui. Vegetarische kip. Die ziet er zo uit. Ik gebruik vandaag vegetarisch. Die smaak is gewoon heel goed. Dus ja, je hebt bijna niet door dat het geen vlees is. Dus dat vind ik altijd wel bijzonder. En een blikje mais. Wat roomboter voor straks de ovenschaal. Daar heb ik al een stukje van gesneden, daar gaan we zo meteen mee insmeren. Ik ga telkens veel meer voorbereiden, omdat ik gewoon zie dat het makkelijker werkt. Wat ik nu ga doen is de kip. We gaan beginnen met de lenteuitjes. Die gaan we lekker, dit eerste gedeelte kan je eraf doen. En hier nog een klein stukje op het einde. En dan moet je proberen zo fijn mogelijk te snijden. En dan de vegetarische stukjes, die moet je even kleiner snijden, want dit is net iets te groot om te gebruiken. Ik snijd deze in hele kleine stukjes, zodat je er lekker gevulde ogen houdt. Voor de mensen die vlees eten, kan je deze variant dan ook gewoon zelf doen met vlees. Of gehakt of kipstukjes, wat je lekker vindt. Dat gaat ongeveer op dezelfde manier. Ja, en omdat wij vegetarisch zijn, ben ik gewoon heel veel gaan experimenteren met vegetarische stukjes. En dan kom je er ook op een gegeven moment achter welke vegetarisch vlees, zeg maar, toch de beste smaak heeft. Zo. Zo, dan gaan we voor nu eventjes alvast de bak van de boter insmeren, want dan is die wel vast ready. Nou, het is gewoon lekker uitsmeren. Je kan het ook doen met een kwast of wat dan ook, maar ik vind het gewoon lekker fijn om lekker te mogen spelen. Ik gebruik daarvoor roomboter. Dat is dan net wat even lekkerder voor ze. Zo, we gaan beginnen met bakken. Ik probeer deze keer geen afzuigkap aan te zetten, want dat stoort nogal heel erg. Hier is de pan. Een beetje olijfolie erin. Ongeveer 3 eetlepels. Nu net de rode uien en de knoflook en het Maggi blokje toegevoegd. Dat hebben jullie gemist omdat ik niet op rek had gedrukt. Dus
beetje olijfolie. Als eerste de rode uitjes doen, daarna de knoflook, want anders verbrandt het aan. En als dat allemaal een beetje aan het opbakken is, dan doe je de bruschetta erbij. Heel klein beetje water. Dan mag de mais erbij. Beetje witte peper. En ik heb hier eigenlijk een geheimpje. Dat kan ik jullie niet laten zien, want dit koop ik bij zo'n, zo'n specerij toko. Het is eigenlijk een combinatie, ze noemen het knoflookpeper. Er zit peper in, knoflook, allemaal specerijen bij elkaar. Dat is echt heerlijk, aanradertje. Maar je kan het ook zonder doen, maar ik gebruik dit erbij, vind ik gewoon lekker, een klein beetje, voor de smaak. Maar je kan ook bijvoorbeeld wat curry toevoegen of een andere specerij waarvan jij denkt van hé, dat vind ik lekker. Dus je kan je eigen varianten van maken. Maar ik gebruik nu knoflookpeper. Op deze manier. Dan wacht je gewoon tot alles goed gaar is. En als laatste, één dan laatste, gaat de chiliplees erbij. En dan pas de rest. En het ruikt weer heerlijk. Ik heb bezoek. Daar is die. Dat is mijn nieuwe aanwinst. Mr. Ice. En die, moet altijd, die is zo verschrikkelijk ongier dat hij altijd komt eten. En dat zijn we van Bibi helemaal niet gewend, want die eet niks. Maar deze die pakt gewoon alles. Dus dan moet je heel goed in de gaten houden. Maar het is echt een fantastisch beetje. Zo, dan ondertussen heb ik de oven al aangezet. Vergeet het niet te doen, want je hebt natuurlijk zometeen de warmte nodig voor de paprika. Dus de oven moet even goed verwarmd worden op 200 graden. Nu doe ik de vegan vlees erbij. En als laatste de lenteuitjes. Je ziet dat ik nog steeds een maggi-blokje heb liggen, want ik heb er twee geschreven. Maar de laatste voeg ik er optioneel toe qua smaak. Dus ik ga eerst even proeven straks wat ik ervan doe. En als ik dan denk dat ik nog wat extra nodig heb, dan doe ik dat. Maar meestal kom ik uit bij het laatste beetje gewoon saus. Dus die vind ik wel goed genoeg. Nou, dit wordt straks de vulling dit wordt zo direct de vulling van de paprika. Belangrijk is, als je het met kip doet of gehakt, zou ik dat wel eerst even apart rullen of apart bakken. Dus het vlees apart even een beetje opbakken en aanmaken. Niet te lang, want het gaat hier ook nog mee bakken en dan als laatste weer toevoegen in het geheel. Bij vegetarisch vlees is dat niet nodig, omdat het natuurlijk al vegetarisch is en het kan niet te lang gebakken worden. Dus tip van de week. Proeven, altijd het leukst van dit vak. Prima. Heerlijk. Dit wel doen. Gewoon zo laten. Zo, ja. En nu alles gebakken, dan mag je de paprika's gaan vullen. Je kan natuurlijk ook de ronde paprika's gebruiken, want dit vind ik gewoon wat gezelliger.
Wat je ook nog kan doen, is nog hè, die het lekker vinden. Is wat Parmezaanse kaas toevoegen. Niet iedereen vindt dat lekker, maar sommigen wel. Dan kan je dat gewoon zo eroverheen doen. Goede smaak. Doen we een paar met kaas en een paar zonder kaas. Ja, tussentijds moet ik ook alles schoonmaken en netjes zetten. Dat hoort er ook bij. Zo. Ik heb de paprika's helemaal klaargemaakt. Belangrijk is dat deze 10 minuutjes de oven ingaan. En dan kunnen we lekker Laura erbij halen voor het eerste hapje. Dus ik doe dit en dan zijn ze ready. We zijn terug. Daar is hij dan, jongens. Onze heerlijke champignonnetjes. Ziet er fantastisch uit. Ik ga Laura even bijhalen. Loutje. Ja. Nu mag ze komen. Ik ga je beter. Ja, ziet vervelend doen. Eerste hapje. Het is echt hit, dus pas op. Zo. Het ruikt weer fantastisch, denk ik. Zoiets heb je wel echt in die 4 jaar dat we samen zijn nog geen 1 keer gemaakt. Ja. Nee. Dit ziet er echt heel goed uit. Het is wel leuk, want wanneer hij aan het koken is, dan ben ik achter. En dan weet ik eigenlijk niet wat hij aan het doen is. En dan kom ik hier en dan zie ik het eigen resultaat. Wat weer een rood verschil. Ik wil rood, alsjeblieft. Kleur van de liefde. Oh, get van je. Mag ik erbij, ja? Oké, okay. Ja. Het wordt hem. Wat heerlijk dit. Dit heb je echt nog nooit gemaakt. Het zit erin, schat. Voor vegan. Kip. Vegetarische kip. Mm-hmm. Champignons. Mm-hmm. Courgette. Paprika. En vooral heel veel. Lange Parmezaanse kaas. Ik wil een liefde dus. Rood. Lekker. Lekker. Eentje voor jou. Eentje voor mij. Eentje voor jou. Mag ik ook? Voor dit gaat praten. Dit mag je echt wel vaker maken. Jezus. Lekker. Echt als goed ook. Echt mooi. Doe maar op. Heerlijk. Nou jongens, ik hoop dat jullie horen het weer. Het is geslaagd. Meer dan geslaagd. Meer dan geslaagd. Heerlijk dit, is echt een heel fijn gerecht. Dit kan je heel leuk voor de bij ook doen, hè? Dit is als ook bijgerecht. Het is gewoon 's middags lunchen, als je even niks anders wilt eten dan weer een salade of weer een broodje. Heerlijk. Maar je kan het ook als bijgerecht doen, als vervanger in plaats van bij je aardappels en je groenten nog dit erbij. Geeft dan een extra beetje. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van kookvlog nummer 7. Alweer? Ja. Lucky number 7. We gaan gewoon door. Lucky number 7. En like en abonneer. En het was weer leuk om dit te mogen doen. On a cooking. Chill. My wife. Oh sorry, my wife. Staat hier op de hoek. My wife. Chill, 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 chill. Chill. Help even dan. Want ik heb dus dit gedaan, hè? Ja. En nu kom ik weer terug.